Finabank NV heeft over het afgelopen boekjaar 2023 een winst geboekt van 235 miljoen SRD. De financiële instelling heeft het resultaat gedeeld tijdens haar algemene vergadering van aandeelhouders. Iblijn Franchi, directeur van de Finabank, geeft aan dat de instelling dit resultaat niet zou kunnen bereiken zonder het vertrouwen van haar klanten, de markt en haar team. Franchi geeft een uiteenzetting over de resultaten en wat de aanpak van de bank was geweest om deze resultaten te bereiken. Het is ongeveer 235 miljoen netto winst hebben we geboekt. Enerzijds is dat door stijging van de baten, dus van de inkomsten. En aan de andere kant hebben we dus ervoor gezorgd dat we aan de kostenkant aan kostmanagement hebben gedaan, dat we de valutacontracten hebben kunnen hedgen, zodat de kosten niet te snel stegen. En dat heeft dus uiteindelijk ervoor gezorgd dat we dit mooie resultaat konden bereiken. Het is de bank, volgens Franchi, ondanks de sociaal-economische situatie waarin Suriname verkeert, toch gelukt om winst te boeken. Dat geschiet alleen door vertrouwen van de klant en hard werk van het personeel. Enerzijds is dat het resultaat van een goede strategie. We hebben gezien dat de economie van Suriname best klein, uitdagend is. We hebben een aantal jaar terug een goede strategie uitgezet om ervoor te zorgen dat we dus die uitdagende periode kunnen overbruggen. We hebben aan de andere kant ook naar kansen gekeken om te kijken hoe kunnen we, ondanks het feit dat we een Surinaamse bank zijn in Suriname, onze markt vergroten. Want wat we zagen is dat de economie ook terugliep of in de afgelopen jaar langzaam weer eens gaan groeien. En dat is onvoldoende om zeg maar, de bank in staat te houden om rendabel te zijn. De kosten gaan door en de compliance vereisten gaan door en dat zorgt voor heel veel geld. Dus we hebben in onze strategie ervoor gezorgd dat we een thema hadden, hoe gaan we de crisis overbruggen. De 235 miljoen SRD winst van de bank is een stijging van 11% ten opzichte van de 212 miljoen SRD van 2022. De kredietportefeuille van de bank is gestegen naar 6.563 miljoen.